Listen-only mode. Ja, goedemiddag iedereen bij deze webinar Veranderingssturing en Inrichting. Mijn naam is Tino Meijn, ik ben directeur Corporatie NL en ik heb vandaag bij me Johan Konijn. Johan, hallo. Goedemiddag, Tino. Waar zit jij, Johan, op dit moment? Ik zit in Rotterdam, een van onze kantoren. We hebben een Amsterdam kantoor en ook in Rotterdam, en daar ben ik nu. Kijk, met een geweldig uitzicht over de Maas. Nou, we zijn daar volgende keer, zijn we daar allemaal welkom. Blij in ieder geval dat u er bent. We hebben niet veel tijd. Als het goed is, hier in Hoofddorp zitten we met de boterhammetjes op het bureau, omdat het een lunchsessie is. Ik hoop u ook. Paar dingen goed vooraf om te weten, voordat we naar het verhaal van Johan gaan luisteren. Even een paar huishoudelijke mededelingen. Ik ga u zo meteen uitleggen hoe webinar werkt. U krijgt de slides na afloop. Die zijn gewoon beschikbaar voor u. En ik zal u zo meteen ook iets vertellen over de relatie tussen de webinar en de bijeenkomst die we binnenkort houden. Maar laat ik beginnen met u uit te leggen hoe webinar werkt. U merkt dat u kunt praten wat u wilt, maar we horen u niet echt. En dat heeft te maken met als we van alle bijna 100 mensen de microfoon open zouden zetten, dat het echt een cacofonie aan geluid wordt. Dus vandaar dat we een andere oplossing hebben. En dat vindt u aan de rechterkant van uw scherm. Want daar ziet u een zogenaamd control panel. En u ziet daar, als het goed is, een mogelijkheid voor questions aan de rechterkant. Kijkt u maar even rechts, ziet u questions staan. En daar kunt u uw vraag typen. En ik zorg er dan voor dat de juiste vragen zo meteen bij Johan terechtkomen. Maar laten we eerst eens even kijken of dat werkt bij u. Als u aan de rechterkant in dat vak bij questions, kunt u daar bijvoorbeeld eens uw functie typen? Ja, inderdaad, daar aan de rechterkant, questions. Ja, VVE-beheerder, manager vastgoed. Ik zie daar een coöperatiedirecteur, helemaal goed. Adviseur, senior strategisch, ja. Adviseur strategie, ja. Oké. Goed zo. Dit is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die u moet weten van een webinar. Zo makkelijk werkt het. We gaan zo meteen luisteren naar Johan Konijn. En ik ga u in ieder geval vertellen dat u bent waarschijnlijk aanwezig bij het middagsymposium Verandering, Sturing en Inrichting op 31 januari. Maar mocht dat niet zo zijn, er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. De zaal kan maar 150 mensen hebben. Op 31 januari in de middag vindt het plaats. Dus als u nog niet heeft opgegeven, doe het vooral snel. Want we gaan het echt hebben over het 3K-model. En vooral kijkend naar de toekomst. Hoe ziet dat eruit? Wees snel erbij. Dat zeg ik niet zomaar, want er is echt prachtige sprekers zijn daar aanwezig. Mark Carlon van Edes, Birgit van Hoesel, WSW, van het ministerie Binnenlandse Zaken vindt het ook erg belangrijk, net als wij. Johan Konijn zelf en vijf echt nou, super coöperatiedirecteuren. Misschien wel de beste van Nederland. Ik zou zeggen, geef u vooral op als u het nog niet gedaan heeft. Dit is misschien wel een van de belangrijkste bijeenkomsten van dit jaar. U kunt dat overigens heel eenvoudig doen via info@corporatienl.nl, maar het kan ook via de websites van Ortec Finance of CorporatieNL. En wellicht goed om te weten, als u zich aanmeldt, krijgt u onmiddellijk €500 en dat krijgt u in de vorm van een opleidingswaardecheck van CorporatieNL. Ik ga door naar het verhaal waar het vandaag om gaat, waar we allemaal op wachten. Johan, ben jij klaar voor jouw presentatie? Zeker. Ik zou zeggen, start. En ik wil u ondertussen, uw luisteraar, uitnodigen om, als u een vraag heeft, om die aan de rechterkant te stellen in het veld Questions. Johan. Als we naar de corporaties kijken, dan is het duidelijk dat ze enorm onder vuur liggen. De parlementaire enquête komt eraan. We hebben een verhuurdersheffing gekregen. En er zijn veranderopgaven. Corporaties kunnen niet voortgaan alsof er niets verandert. En ik denk dat die veranderopgave van corporaties eigenlijk uit drie belangrijke onderdelen bestaat. De maatschappelijke rol dient veel transparanter te zijn. Hoeveel wordt er dan uitgegeven? Waaraan wordt het dan uitgegeven? En wat zijn de prestaties?
ook vreselijk belangrijk is dat de exploitatie van het vastgoed efficiënter plaatsvindt. Die slagen worden nu gemaakt, veel corporaties zijn met reorganisaties bezig, maar dat blijft een heel belangrijk aandachtspunt, efficiënt exploiteren van het vastgoed. En de derde veranderopgave heeft te maken met de vermogensontwikkeling. Lang niet alle corporaties sturen expliciet op de ontwikkeling van het eigen vermogen op basis van marktwaarde. En expliciet op de verhouding eigen-vreemd vermogen. Dat zijn de drie opgaves die corporaties voor zich zien. En naar ons idee is het driekamermodel een middel, een voertuig om die veranderopgave op een samenhangende en consistente manier te realiseren. Want die drie veranderopgaven staan niet op zichzelf, rechtstreeks met elkaar te maken. En dat dient dan ook in samenhang met elkaar te worden gerealiseerd. Ik heb daar... Volgende sheet. Johan, ik heb daar een vraag over gekregen, overigens. En die vraag is van meneer Klomp van Woonzorg Nederland. Die vraagt, wat is de functie van marktwaardesturing binnen de reguliere exploitatie van vastgoed? Ja, een hele terechte vraag. Er is ook wat, bij tijd en wijle, wel wat misverstand over. Alsof het een pleidooi zou zijn om corporaties marktconform te laten functioneren. En dat is niet de bedoeling. Corporaties blijven altijd een maatschappelijke organisatie die afwijkt van de markt. Maar om te weten op welke wijze je afwijkt van de markt en in welke mate je afwijkt van de markt, is het noodzakelijk om die marktconforme benchmark te hebben. Om bij je exploitatie te weten wat de marktconforme uitgaven zijn voor onderhoud en beheer. Want alleen dan kun je voor jezelf bepalen in welke mate en om welke redenen je extra uitgaven doet. Dus het is vooral een spiegel om duidelijkheid te krijgen daar waar je afwijkt van de markt en om dan vervolgens ook te kunnen onderbouwen waarom je afwijkt van de markt. Daar is de marktconforme exploitatie voor nodig. Oké, helder. Als u zelf een vraag heeft aan Johan, kunt u hem rustig stellen in het vakje questions aan de rechterkant. Johan, ga door. Nou, in deze sheet zien jullie gevisualiseerd het driekamermodel, uit welke kamers dat driekamermodel bestaat. Er is een maatschappelijke kamer, een vastgoedkamer en een vermogenskamer. En de pijlen willen ook tot uitdrukking brengen dat het een samenhangend geheel is. Het is niet zo dat de kamers los van elkaar staan. Er is ook geen hiërarchie tussen de kamers. Alle kamers zijn gelijkwaardig. Wel is het zo dat als de maatschappelijke kamer er niet zou zijn, dan ben je ook geen corporatie meer. De maatschappelijke kamer, dat is de ziel van de corporatie. Daarin wordt de maatschappelijke rol van de corporatie tot uitdrukking gebracht. Nou, laten we kijken naar ieder van de kamers afzonderlijk. Wat nou de doelen zijn? Wat willen we realiseren binnen een kamer? En dat is de volgende sheet. En dat is even op hoofdlijnen. In de maatschappelijke kamer gaat het erom dat het maatschappelijk budget wat ervoor beschikbaar is, dat zo goed mogelijk wordt ingezet om een maatschappelijk resultaat te bereiken. Dat kunnen huurkortingen zijn om de betaalbaarheid te realiseren. Dat kunnen uitgaven zijn voor leefbaarheid, wijkbeheer. Al die uitgaven waarvan een belegger zou zeggen, dat doe ik toch maar liever niet, want het levert mij geen geld op. Dat is de bestaansgrond van de corporatie. Daar hebben ze middelen voor. En in die maatschappelijke kamer gaat het erom die middelen zo goed mogelijk te besteden. In de vastgoedkamer is de focus, hoe kan ik met het vastgoed zo goed mogelijk financieel rendement realiseren? Dus daarin zie je eigenlijk de belegger terug binnen de corporatie. Niet dat de corporatie een belegger is, maar er is wel een beleggersrol te vervullen. En die beleggersrol die zit in de vastgoedkamer. Financieel rendement, zo hoog mogelijk, omdat het dan weer beschikbaar komt voor de maatschappelijke prestaties. En wat de vastgoedkamer ook dient te doen, is de transformatie van de portefeuille. Er is een investeringsbudget binnen het driekamermodel en dat is beschikbaar om de portefeuille te transformeren. En de derde kamer, de vermogenskamer, die is nog het meest herkenbaar ook in de huidige corporatie. Daarin gaat het erom om de gewenste ontwikkelingen van het totale vermogen, om dat te borgen en te realiseren, de gewenste omvang van het eigen vermogen te realiseren, om daarmee ook de financiële continuïteit te behouden. Dat zijn de drie kamers. En wat kenmerkend is voor het driekamermodel, is dat je die drie rollen, die drie verantwoordelijkheden,
scheidt van elkaar, onderscheidt van elkaar. En dat je op die manier tot uitdrukking brengt dat die drie verantwoordelijkheden een eigen invalshoek met zich meebrengen en een eigen sturingsopgave met zich meebrengen. Maar, en dat komt in de volgende sheet, eigenlijk is er ook een vierde kamer. En dat is de bestuurskamer. Want het is niet zo dat die drie kamers los van elkaar staan. Ik heb het in het begin ook al gezegd. Heel belangrijk is de samenhang tussen de kamers. En daar dient de vierde kamer, de bestuurskamer, voor te zorgen. Die is als het ware gepositioneerd boven de drie kamers. Ook omdat de drie kamers, zoals ik ze net heb geschetst, je kunt je wel voorstellen, eigenlijk tegengestelde verantwoordelijkheden hebben. Eigen belangen hebben. Nou, dat is ook prima dat die een duidelijke spreekbuis hebben binnen de corporaties. Maar uiteindelijk is het nodig om die drie belangen te integreren. De drie deelperspectieven moeten uiteindelijk samenkomen in één meerjarig strategisch plan. En ook een strategisch portefeuilleplan maakt daar een groot en belangrijk onderdeel van uit. En dat dient plaats te vinden in wat wij noemen de bestuurskamer. De bestuurskamer is verantwoordelijk voor het opstellen van een strategische plan. Niet zonder daarbij de andere drie kamers bij te betrekken. Uiteraard vindt er input plaats vanuit de andere drie kamers. Maar de eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling van het strategisch plan vindt bij de bestuurder plaats. Daartoe ondersteund door zijn rechterhand de managerstrategie. En wat ook belangrijk is om te realiseren. Mag ik één vraag tussendoor stellen? Want vooraf, en hij kwam net ook langs live, een vraag van Ronald van der Hoef die hem als eerste stelde. Ronald werkt als adviseur strategie en beleid bij Meander Wonen. En hij vroeg ons, wat is de relatie tussen vastgoedsturing en driekamermodel? En hoort het vastgoedsturing in een kamer thuis? Of is het meer een verbinding daartussen? Gebruikelijk is om bij vastgoedsturing te onderscheiden het strategische niveau, het tactische niveau en het operationele niveau. Nou, het strategische niveau, dat hebben we hier op deze sheet aan de orde. Het strategisch portefeuilleplan is het strategische niveau van portefeuillesturing. En dat vindt plaats in onze beeldspraak in de bestuurskamer. Vervolgens, en dat komt verderop in mijn sheets ook nog wel even aan de orde, gaat het om de tactische uitwerking. En dat is gepositioneerd in de vastgoedkamer. De vastgoedkamer, je kunt het ook asset management noemen, is verantwoordelijk voor uiteindelijk het realiseren van het rendement. En verantwoordelijk voor de transformatie van de portefeuille. En de derde operationele niveau van portefeuillesturing, van vastgoedsturing, dat is wat vaak wordt genoemd het property management. En het property management, het hoeft niet per se in de vastgoedkamer te zitten. Je kunt het ook zien als een tak die naast de vastgoedkamer staat, maar waarbij de vastgoedkamer, de asset manager, de opdrachtgever is richting het property management. Dus op die manier zit het hele proces van portefeuillesturing in het driekamermodel. Ja, dan gaan we weer terug. Er is nog een aanvullende vraag en op zich wel aardig. Tonio Vervoordeldonk die vraagt waarom de nadruk op de tegengestelde belangen van de kamers? Want voor strategie is het belangrijk om het gemeenschappelijk belang ook helder te hebben. Dan is de strategie ook meegedragen. Ofwel, zegt hij, mijn vraag is, dient niet elke kamer verantwoordelijk te zijn voor de strategie? Ik denk dat daar dat dan de scherpte uit de organisatie gaat. Kijk, uiteindelijk komt alles bij elkaar samen. En uiteindelijk heb je één strategie als corporatie. En dat is ook wat in een strategisch plan tot uitdrukking wordt gebracht. In een strategisch plan worden vanuit de drie invalshoeken die bij elkaar komen, worden de integrale keuzes gemaakt. En dat is denk ik ook vreselijk belangrijk. Dus daar wil ik geen millimeter aan afdoen. Maar vervolgens gaat het om bij de tactische uitwerking. Neem de maatschappelijke kamer. Er is binnen de corporatie een maatschappelijk budget beschikbaar om maatschappelijke prestaties te leveren. Dan ligt daar de verantwoordelijkheid om vanuit die rol zo goed mogelijk die middelen in te zetten. Zoveel mogelijk maatschappelijke prestaties te realiseren. Neem de vastgoedkamer. Het is van belang dat binnen de organisatie een duidelijke verantwoordelijkheid wordt belegd
voor het realiseren van zo'n hoog mogelijk rendement. Uiteindelijk wil je met het rendement, met het vastgoed, zoveel mogelijk financieel rendement realiseren. Nou, die verantwoordelijkheden die zijn niet, liggen niet op één lijn. Ze zijn min of meer tegengesteld aan elkaar. En het is goed om op het tactische niveau de degens met elkaar te kruisen en scherpte te krijgen in de organisatie om zowel vanuit het maatschappelijk perspectief als vanuit het vastgoed-economisch perspectief het onderste uit de kan te halen. En dat kan denk ik alleen maar op het tactische niveau wanneer je dat apart hebt geplaatst. Helder. Helder. Ik zit ondertussen naar de klok te kijken. We moeten opschieten, Johan. We hebben niet heel lang vandaag. Is het goed als ik naar de volgende slide ga? Uitstekend. Nog even wat in de diepte wat betreft het strategisch plan. Omdat dat zo'n structurerend kader is voor de werking van het 3K-model. In het strategisch plan komen een heleboel zaken aan de orde. Wat voor rendement verwacht je? Hoe ga je het rendement verdelen? Over rentelasten die je moet betalen, groei, eigen vermogen, maatschappelijk budget. Wat is je investeringsbudget? Wat is je wensportefeuille, strategisch plan? En welke transformatie van je portefeuille wil je doorlopen? Dus het strategisch plan gaat kaderstellend werken voor de tactische laag waar we net over spraken. Het strategisch plan geeft kaders voor de asset manager, geeft kaders voor de maatschappelijke kamer en geeft kaders voor de vermogenskamer. En op die manier borg je ook de onderlinge samenhang waar we net over spraken en de consistentie in het beleid. Vanuit deze kaders die op een geïntegreerde wijze tot stand zijn gekomen. Laten we naar de volgende sheet gaan, Tino, over de toepassing van het 3K-model. Want daar is ook veel discussie over, van wat, hoe kun je nou het 3K-model toepassen? En even de onderste bullet. Dat is uiteindelijk een beleidskeuze. Corporatie hier kwamen, Johan, hier kwamen overigens ook vooraf en zojuist ook hier via de, aan de rechterkant via de questions, waar u uw vragen kwijt kunt, kwamen hier vragen over binnen. En het heeft ook te maken, hier zitten we in toepassing, denk ik gelijk operationeel praktisch. Er was een vraag van Nienke Smits van ZVH. Die heeft het over of 3K-model en asset management onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, of kan het ook los van elkaar? Je kunt het los van elkaar doen. Het begint al met asset management. Wat verstaan we daar precies onder? Maar kijk, als het gaat om professionele vastgoedsturing, even kort samengevat als de betekenis van asset management, dat je dat op veel professionelere wijze doet dan nu gangbaar is, dan kun je dat ook als zelfstandige activiteit ondernemen. Het hoeft niet per se in een driekamermodel. Ik denk dat iedere corporatie de morele plicht heeft om het vastgoed veel professioneler te exploiteren dan in het verleden is gebeurd. Alleen het driekamermodel heeft als voordeel dat dan het asset management in een bredere context wordt geplaatst. En dat er ook een samenhang wordt aangebracht tussen de andere verantwoordelijkheden die een corporatie heeft. Want het gaat niet alleen om professioneel vastgoedexploitatie, het gaat ook om financiële continuïteit en het gaat om de maatschappelijke prestaties. En daarin ligt de meerwaarde van het driekamermodel, doordat het asset management daarmee in een bepaalde context wordt geplaatst. Maar wat ik in het begin zei, asset management kan ook los van het 3K-model als activiteit worden opgepakt. Okay. En het 3K-model, als je kijkt naar toepassingen, dan kun je het gebruiken om inzicht te krijgen. Inzicht te krijgen, wat is nou het geld wat ik uit heb gegeven aan mijn maatschappelijke prestaties? En waaraan heb ik het uitgegeven? Wat is het financiële rendement wat ik met mijn vastgoed heb gerealiseerd? Dat is al heel belangrijk, dat inzicht. De tweede stap die je kunt zetten bij het toepassen van het 3K-model, is dat je het gebruikt om strategisch te sturen. Dan gaat het niet alleen om inzicht, maar ook om de toekomst richting te geven aan je activiteiten. En het derde niveau is dat je het gebruikt, niet als een beeldspraak, maar daadwerkelijk als richtinggevend concept voor de organisatie. Interne organisatie inrichten volgens het 3K-model. Dat zijn de drie toepassingsmogelijkheden die je ook in de praktijk ziet. Maar nogmaals, ik eindig weer een week. Begonnen we met deze sheet. Het is een keuze hoe je het wil toepassen. Er is geen wet van medepersen dat het op de ene of op de andere manier moet. Oké, ik krijg ondertussen een vraag binnen voor je van Claudia Ekelaar. En Claudia die vraagt, als het gaat om inzicht in het functioneren van de corporatie,
Waar ligt dan, naar jullie mening, de prioriteit voor wat betreft de benodigde gegevens? En dat bedoelt ze aanvullend op strategisch, tactisch of operationeel niveau. Misschien kunnen we meteen naar de volgende sheet gaan, want die geeft daar een enigszins een antwoord op. En dan kunnen we daar verder op. Hier zie je vereenvoudigd, want we hebben dat veel verder gedetailleerd nog in het pilotprogramma wat we hebben doorlopen met 23 corporaties. Maar hier zie je op hoofdlijnen wat het inzicht is wat je met het driekamermodel kunt bereiken. Dat is op een strategisch niveau, dat je inzicht hebt in, als we aan de rechterkant kijken, vanuit de vermogenskamer naar de maatschappelijke kamer, wat is nou het maatschappelijke budget? Vanuit de maatschappelijke kamer zie je pijlen waaraan het budget is besteed. Je ziet bij de vastgoedkamer een pijl naar de vermogenskamer wat het dividend is wat uitgekeerd is. Maar ook hoe dat dividend is gerealiseerd vanuit huurinkomsten en kosten. Het investeringsbudget. Dus hier zie je op een samenhangende wijze, bezien vanuit de geldstromen, hoe de corporatie heeft gefunctioneerd. Dit is wat je van iedere corporatie een nulmeting kunt maken om dit transparant te krijgen. En je kunt het ook voor de toekomst doen. Je kunt vanuit uit je meerjarenbegroting kun je deze vertaalslag maken en op die manier inzicht krijgen in de wijze waarop je als corporatie actief bent. Iedere corporatie, zeg je? Iedere corporatie kan dit doen. De ene corporatie zal dat wat makkelijker en sneller kunnen. Kijk, wat we in het begin ook al zeiden, marktconforme kengetallen vormen een belangrijke ankerpunt om te kunnen duiden of uitgaven markttechnisch noodzakelijk zijn, dan wel voortvloeien uit je maatschappelijke rol. Dus corporaties die nog weinig met marktgegevens hebben gewerkt, zullen daar iets meer moeite mee hebben om die slag te maken dan corporaties die al langer met marktconforme kengetallen werken. Maar ook corporaties die dat nog niet hebben gedaan, kunnen daar een eerste aanzet toe doen, een eerste schatting van maken om op die manier te werken aan dit betere inzicht. Want nogmaals, wat ik ook in het begin aangaf, ik denk dat de maatschappij ook die behoefte heeft om te weten waar de extra kosten van corporaties vandaan komen. En ook willen weten, zijn de kosten die corporaties maken nu noodzakelijk vanuit het vastgoed, of zijn ze voortvloeid uit de maatschappelijke keuzes die corporaties maken? Nou, daarin is dus dat 3K-model een belangrijk hulpmiddel voor. En je ziet dus ook in dit plaatje dat dat ook onder andere via het maatschappelijke budget transparant wordt gemaakt. Corporatie X heeft Y miljoen beschikbaar voor maatschappelijk budget. En je kunt vervolgens zien waar het aan uitgegeven is aan leefbaarheid of een huurkorting ten opzichte van de markthuren of extra beheer of onrendabele toppen. Die transparantie kun je dan ook bieden. En je kunt desgewenst ook een stap verder gaan en de gemeente of andere stakeholders betrekken bij de besteding, de allocatie van het maatschappelijk budget. Maar goed, dat zijn allemaal vervolgstappen die je zou kunnen zetten wanneer je op deze wijze je interne transparantie hebt gerealiseerd. Mooi. Ik krijg een vraag voor je van Albert Kersies. En volgens mij is Albert Kersies directeur van de Vereniging van Toezichthouders, VTW. En Albert vraagt, in welke kamer worden de bedrijfslasten geplaatst? De bedrijfslasten horen in de vastgoedkamer. Bedrijfslasten, in die zin, bedrijfslasten die voortvloeien uit de exploitatie van het vastgoed. Als bedrijfslasten voortvloeien uit overheadachtige activiteiten die je in alle drie kamers ziet, dan zul je dus ook in de vermogenskamer een deel van de bedrijfslasten tegenkomen. Overhead. En in de maatschappelijke kamer zul je ook een deel van de bedrijfslasten tegenkomen. Maar het merendeel van de bedrijfslasten, als ik de vraag van Albert Kersies goed begrijp, en dan hebben we het over onderhoud en beheer, die gekoppeld zijn aan de exploitatie van het vastgoed, horen in de vastgoedkamer thuis. Helder. Ja. Gaan we verder? Dus dit is de eerste stap. Je kunt het 3K-model gebruiken om inzicht te krijgen hoe je als corporatie functioneert en daar vervolgens ook je voordeel mee doen. De tweede stap, dat is de volgende sheet, die gaat dat je ook kunt gebruiken om te sturen.
En dan gebruiken we hier het woord kamer in overdrachtelijke zin, vanuit die drie invalshoeken. Maar je kunt vanuit de keuzes die je maakt, kun je per kamer een begrotingsopzet hebben. De maatschappelijke kamer heeft een maatschappelijk budget, dus dat is ook gebudgeteerd. De vastgoedkamer heeft een investeringsbudget. De vermogenskamer heeft een gewenste ontwikkeling van het eigen vermogen en een gewenste ontwikkeling van het vreemd vermogen. Dat kun je vanuit de meerjarenbegroting kun je dat budgetteren. Je kunt er ook rapportages aan koppelen, KPI's, en je kunt er ook een verantwoordingsopzet omheen bouwen. Dus op die manier krijgen die drie kamers een rol in de sturing als corporatie. En wat ik in het begin aangaf, het begint uiteraard met een geïntegreerd strategisch plan, waar de budgetten zijn benoemd, waar ze in onderlinge samenhang zijn bepaald. En vervolgens wordt per kamer wordt het verder uitgewerkt, gedetailleerd. En dan kun je daar daadwerkelijk op sturen om te borgen dat het maatschappelijke budget wordt geallockeerd naar verschillende activiteiten. Je kunt daar weer deelbudgetten aan koppelen. Een budget voor huurkorting, een budget voor leefbaarheid, een budget voor onredabele toppen. Maar wat heel belangrijk is binnen het 3K-model, is dat je de budgetten ook gebruikt als kaders. Het is niet de bedoeling dat je meer uitgeeft dan overeenkomstig is met het budget. Dat geldt voor de maatschappelijke kamer, dat geldt voor de vastgoedkamer. Ook daar is een budget beschikbaar voor investeringsactiviteiten. En in het sturingsconcept is het zo dat je dat ook als kader hebt. En het is dan in principe ook een meerjarig kader voor je activiteiten. En op die manier borg je ook dat je als corporatie in controle bent. Want als een van de budgetten wordt overschreden, dan gaat het uiteindelijk ten koste van je eigen vermogen. En dat betekent dus dat je in je eigen vermogensontwikkeling niet het gewenste pad doorloopt. En door juist net al die relevante en cruciale budgetten te budgetteren, de omvang te bepalen, kun je als corporatie ervoor zorgen dat je in controle blijft. Dan zijn we bij de derde niveau waarop het 3K-model gebruikt zou kunnen worden. Je kunt het ook gebruiken als blauwdruk voor de interne organisatie. Het is niet noodzakelijk, het hoeft niet, maar het kan. En het heeft ook zijn voordelen om dat te doen. En dan heb je de bestuurskamer waar de afdeling strategie zit, waar de verantwoordelijkheid ligt om uiteindelijk een strategisch plan te maken. Wat ik in het begin zei, niet in isolement. Uiteraard hebben de drie kamers daar ook een belangrijke invloeding op. Daar ligt veel kennis en daar ligt veel informatie om als input te dienen voor het strategisch plan. Het strategisch plan kan ook niet zonder beïnvloeding vanuit de stakeholders, vanuit de gemeente, huurdersorganisaties. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid in de bestuurskamer om dat bij elkaar te brengen en tot keuzes te komen. En dan kun je je voorstellen dat ieder van die kamers op het tactische niveau een eigen afdeling, directie, in ieder geval een organisatieeenheid is. Waar je het social management hebt voor de maatschappelijke kamer, asset management voor de vastgoedkamer en het fund management voor de vermogenskamer. En wat we bij corporaties zien, want er zijn al redelijk een aantal corporaties bezig om de interne organisatie langs het driekamermodelprincipe in te richten, dat als het op het operationele niveau gaat, dat er dan nog hele discussie is of je daar ook weer dezelfde drie kamers tegenkomt. Voor de vermogenskamer is dat niet zo'n groot discussiepunt. Het treasurybeleid, dat is wel helder dat dat apart staat. Maar er is een hele boeiende discussie of op het operationele niveau je toch niet dan de maatschappelijke activiteiten en de vastgoedactiviteiten bij elkaar moet brengen. En dat je dus het sociale beheer en het property management vanuit één werkorganisatie gaat uitvoeren. Nou, dat moet de komende jaren ook blijken hoe dat het best kan. Daar zijn denk ik allerlei praktische uitwerkingen zullen ons leren wat uiteindelijk het meest handzaam is. Lijkt me wel een zeer cruciaal gegeven. Wat je daar neerlegt. Dit lijkt me zeer belangrijk voor de implementatie. En wij merkten ook bij andere symposia of bijeenkomsten dat hier ontzettend veel vragen over komen.
En het is veel meer de hoe en de organisatievraag. Zie je dit als een, hoe zeg ik dat, een valkuil? Of wordt hier voldoende aandacht aan gegeven? Hoe belangrijk is dit? Het is vreselijk belangrijk, want uiteindelijk, we hebben net gehad over, als je het over sturing hebt, strategisch, tactisch, operationeel. Uiteindelijk gebeurt het daadwerkelijke werk gebeurt op het operationeel niveau. Dus daar worden de activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd. De rest is even niet badinerend bedoeld, maar eigenlijk papier. Oké. Daar voegt Herbert Bos van coöperatie Domesta, hij is adviseur vastgoedsturing, aan toe. Die heeft ingestuurd, organisaties bestaan uit mensen. En hoe gaat dit model dan het gedrag van mensen beïnvloeden? Het ligt misschien net even buiten je vakgebied, maar heb je daar inzicht in? Nou ja, ik hele terechte vraag. Kijk, het cultuurvraagstuk, zo vertaal ik die vraag. Het cultuurvraagstuk binnen corporatie is natuurlijk een van de belangrijkste vraagstukken, denk ik, die getackeld moeten worden. En dat is dan weer precies ook een van de meerwaardes van het 3K-model. Ik denk dat mensen die de verantwoordelijkheid krijgen om een maatschappelijk budget zo goed mogelijk in te zetten, met een andere attitude werken, vanuit een andere cultuur werken, dan mensen aan wie wordt gevraagd om het vastgoed zo efficiënt mogelijk te exploiteren. Dus ik denk dat de cultuurverandering ook hand in hand kan gaan met het positioneren van mensen in een bepaalde rol en in een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat dat ook de cultuurverandering kan bevorderen. Zoals in de vermogenskamer veel meer een zekere behoudende cultuur is om de financiële continuïteit te borgen. En te zorgen dat er geen al te gekke dingen gebeuren in financiële opzicht. Dus dan krijg je weer een andere cultuur. En het uit elkaar halen van die rollen en verantwoordelijkheden en het daarmee ook realiseren van een eigen cultuur is denk ik een belangrijke meerwaarde. Waarbij het, nogmaals wat we in het begin ook zeiden, het wel zaak is om te borgen dat het één organisatie is, één strategie, één strategisch beleid. En dat het niet zo ver uit elkaar ligt dat de drie invalshoeken, de drie rollen, helemaal los van elkaar komen te staan. En daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de bestuurder om de samenhang te bewaken. Ja, dus dat is... Helder. Nou, Peter van Buren die heeft nog een aanvullende vraag. Want die zegt, het doel van de vermogenskamer is de gewenste ontwikkeling van het vermogen. Maar wat als blijkt dat er onvoldoende vermogen is om maatschappelijk extra uitgaven te doen? En te weinig om het vastgoed op peil te houden. Hoe ga je daar dan mee om? Dat is natuurlijk een dramatisch scenario als ik het letterlijk neem. Kijk, het begint er al mee dat je dat kennelijk transparant hebt gemaakt. Dat is de eerste stap die je met het 3K-model ook kunt zetten. Dat het transparant wordt gemaakt of je überhaupt een maatschappelijk budget jezelf kunt veroorloven. Als je jezelf geen maatschappelijk budget kunt veroorloven, omdat je vermogenspositie daartoe geen mogelijkheden biedt, ja, dan is het zaak om alle zeilen bij te zetten. En dat zal onder andere in de praktijk, denk ik, moeten betekenen dat een dergelijke corporatie moet krimpen. Dat is de enige manier waarop je dan de kerk weer in het midden krijgt. En als je vastgoed onvoldoende rendement haalt, dan is het zaak om proberen met efficiëntiemaatregelen zo snel mogelijk het rendement op een fatsoenlijk niveau te krijgen. En de heffing waar we nu mee te maken hebben, heeft natuurlijk een enorme hap uit dat rendement gehaald. Want uiteindelijk gaat de heffing ten koste van het rendement wat je verdient met je vastgoed. En met het 3K-model kun je dan ook op een goede manier de discussie voeren. Die verlaging van het rendement, in welke mate gaat het dan ten koste van onze maatschappelijke activiteiten? Kunnen we ons überhaupt nog maatschappelijke activiteiten veroorloven als we ook tegelijkertijd het vermogen op peil willen houden? Dat is een keuze die je op een transparante manier en op een gestructureerde manier kunt voeren wanneer je dat vanuit het 3K-model doet. Helemaal helder. Terwijl ik de vraag stelde, zat ik op horloge te kijken. We moeten opschieten, anders lopen we uit de tijd.
Sure. Zullen we dan naar de laatste sheet toe gaan, Tino? Dat is goed. Want even heel kort nog, op dit moment zijn er al heel veel corporaties bezig om het in de praktijk toe te passen. We hebben een pilotprogramma gehad met 23 corporaties. Dat heeft ook geleid tot een aardig rapportje met allerlei bevindingen hoe het in de praktijk zou kunnen worden toegepast. Dat is ook beschikbaar, dat rapportje. Wellicht kun jij het toesturen, Tino, of in ieder geval bij ons op de site van Ortec Finance is het beschikbaar. Ja. We hebben voor al die corporaties ook een nulmeting uitgevoerd. Zodat je dat plaatje wat je in het begin zag over financiële stroom in het 3K-model, dat het allemaal transparant is. Er zijn corporaties bezig om vanuit het 3K-modelprincipe het strategisch plan op te stellen. En wat ik net al zei, er zijn verrassend veel corporaties bezig om de organisatie opnieuw in te richten. Dat vloeit sowieso voort, denk ik, uit efficiëntiemaatregelen. Er zijn sowieso corporaties heel veel bezig om te reorganiseren. En als je dan toch aan het reorganiseren bent, dan is het goed, denken veel corporaties, om daarbij het driekamermodel als inrichtingsprincipe te gebruiken. En dat zien we dus op redelijk grote schaal op dit moment plaatsvinden. In de praktijk is het ook zo, als je je afvraagt van hoe kan ik nou beginnen met het driekamermodel, dan zien we dat ook heel veel corporaties het asset management als startpunt gebruiken. Omdat bij asset management gaat het om het professioneler aansturen van het vastgoedproces. En asset management kent dan drie uitgangspunten. Je stuurt op rendement, je waardeert op marktwaarde en je maakt een duidelijk onderscheid tussen activiteiten die voortvloeien vanuit het vastgoed en activiteiten die voortvloeien vanuit je maatschappelijke rol. Nou, we zien veel corporaties vanuit die drie invalshoeken het asset management als startpunt gebruiken voor de transformatie en de nieuwe aansturing van de corporatie. Zelf vind ik het een hele interessante zoektocht. Het is lang nog niet allemaal uitgekristalliseerd. Het 3K-model is in zekere zin een conceptueel denkkader. En in de praktijk denk ik dat je nog tot heel veel uitvoeringsvraagstukken komt met verschillende oplossingen. En ik denk dat dat een hele interessante zoektocht is, hoe je die drie principes op een goede wijze in de corporatie kunt tot uitdrukking kunt brengen. Om uiteindelijk, want daar gaat het om uiteindelijk richting de maatschappij veel transparanter te kunnen zijn en ook daarmee meer legitimiteit te winnen en hopelijk de wat beroerde periode waarin de corporaties zo in een negatief daglicht werden gesteld, om die achter je te kunnen laten. Okay. En daar zou ik iedere corporatie toe willen uitnodigen. Okay, ik heb nog een vraag van Peter van Buren. Die vraag je aan jou. Betekent het samenvoegen van de drie kamers ook dat een woningcorporatie gecentraliseerd wordt? Maar dat heb ik jou volgens mij niet horen zeggen. Nee, helemaal niet. Het hoeft, ja. Kijk, wat je bij grotere corporaties in de praktijk zult zien, tenminste zo zie ik dat bij een aantal gebeuren, is dat het asset management, dat daar deelportefeuilles worden gemaakt van bijvoorbeeld 6000 eenheden. En dat die deelportefeuilles door een asset manager decentraal worden aangestuurd. Uiteindelijk natuurlijk wel vanuit strategische kaders die centraal zijn bepaald. Maar dit model is ook heel goed verenigbaar met een decentrale aansturing op deelportefeuille niveau. Oké. Ik heb, u kunt nog een laatste vraag stellen aan Johan Konijn voordat we gaan afronden. Ik heb in ieder geval voor jou nog van Albert Kersies. Die vraagt, hoe worden de belanghebbenden betrokken bij het 3K-model? En hij doelt onder andere op de RVC. Hoe wordt die betrokken en geïnformeerd? Heb je daar een antwoord op? Ja, zeker. Ik denk dat de RVC, dat dit ook voor de RVC een enorme meerwaarde is. Omdat voor de RVC ook veel duidelijker is op strategisch niveau welke keuzes er gemaakt worden en wat de onderbouwing is van die keuzes. Op strategisch niveau kan de RVC meedenken en met de bestuurder tot een overeenstemming komen over de omvang van de maatschappelijke activiteiten, over de omvang van de investeringsactiviteiten, zodat er een duidelijk kader bestaat waarbinnen vervolgens ook de bestuurder
zijn rol kan vervullen. Nu zie je wel eens, marineren, chargeer misschien enigszins, dat een RVC betrokken wordt bij allerlei details, zonder dat er een sturingskader, een strategisch kader, goed is vastgesteld. En juist met het driekamermodel, waarbij ook een zwaar accent ligt op het startpunt in een strategisch plan, juist vanuit die invalshoek kan een RVC ook veel beter zijn rol vervullen, denk ik, dan bij sommige corporaties nu het geval is. Helder. Johan, dankjewel. Boeiend. Ik heb het idee dat we niet aan een eindpunt zitten, maar vooral aan een beginpunt van een hele hoop ontwikkelingen. Is dat ook jouw Zeker. Idee? Zeker. Nee, dit is een handschoen waarvan ik hoop dat veel corporaties die zullen oppakken. Om te komen tot een ene kant een professionelere bedrijfsvoering en aan de andere kant een veel duidelijker maatschappelijk profiel. Want dat heeft de corporatie recht op, dat het maatschappelijke profiel ook veel duidelijker voor de buitenwereld zichtbaar wordt. En dat, denk ik, kan heel goed door die rollen duidelijker te scheiden. Maar nogmaals, wat je ook zei, Tino, dit is het beginpunt. Dit zijn wat hopelijk inspirerende gedachten. Uiteindelijk gaat het om de uitwerking en om het uitvoeren van deze gedachten. En daar is nog heel wat werk te verrichten. Oké, okay, want als ik het bruggetje mag maken, ik doe het gewoon. Zoals gezegd, op 31 januari vindt een bijeenkomst plaats waarin we ook vooruit gaan kijken. Jij bent er ook bij, Johan. Jij bent ook een van de sprekers. Ja. Jij gaat ook samen met mensen als Mark Hallon, Birgitte van Hoesel en zeg maar de topdirecteuren uit de sector, ga je ook vooruit kijken, hè, op die dag. Ik wil andere directeuren niet tekort doen, dus ik zal het geen topdirecteuren noemen. Okay, doe ik het. Maar dus even, ik begrijp wat je wilt uitdrukken brengen. Dit zijn wel mensen die in meer of mindere mate aan de slag al zijn gegaan met het driekamermodel. Die dus ook vanuit de praktijk kunnen vertellen over de lessen die geleerd zijn, de valkuilen waar ze in getrapt zijn en de stand van zaken in hun eigen organisatie. Dus dat kan heel inspirerend zijn, want dan gaat het om de praktijk, hoe het functioneert en welke mogelijkheden er zijn. Ja, ik moet er wel bij zeggen, volgens mij zei ik het al eerder, ja, er is maar plek voor 150 deelnemers, zijn in ieder geval mensen van meer dan 70 corporaties sowieso al aanwezig en nog andere. Dus iedereen die erbij wil zijn, moet echt snel zijn. 31 januari, het is een middag, een vrijdagmiddag, gewoon 1:30 beginnen we en iedereen is op tijd klaar om 1:05 voor de borrel en heel veel gelegenheid tot het stellen van vragen. Zelf was ik de laatste keer bij een dergelijke bijeenkomst zeer geïnspireerd geraakt door mensen van de vier die al zeer ver in de uitvoering en het denken zaten. Dus heeft mij persoonlijk ook ontzettend veel geleerd en opgeleverd. Weet dat als u daarbij wil zijn, u kunt zich nou voor de laatste plek in ieder geval aanmelden of via de website van Ortec Finance Corporatie NL of stuur een mail, kom in contact. Dan lukt het. En ja, inderdaad, u krijgt ook €500 in de vorm van een opleidingswaardecheck. Dus uw geld heeft u er onmiddellijk weer uit. Als deze webinar zometeen sluit, vraag ik u korte aandacht voor een aantal afsluitende vragen. Een hele korte mini-enquête, 4-5 vragen waarin u kunt vertellen wat u hiervan vond en of het voor herhaling vatbaar is. Als u nog aanvullende vragen heeft, kunt u die daar ook in kwijt. Ik meld u dat u zowel het rapport waar Johan het zojuist over had, als deze presentatie die u voor zich ziet, gewoon toegezonden krijgt. Daar hoeft u niks voor te doen. En zoals gezegd, u blijft welkom met uw vragen en zeker ook op de 31ste, vrijdagmiddag 31ste in Bussum. Prachtige locatie, het Spand. Ik wil u danken voor uw aandacht. Johan, jij bedankt daar in Rotterdam. Ik ga zo afsluiten en ik wil alle kijkers, luisteraars, bezoekers, aanmelders bedanken. En ik wens iedereen een hele fijne dag verder. Dankjewel, Tino.